Hoi, het is maandag en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van De Adelaar is geland. Ik heb de vorige keer in de aflevering ten onrechte gezegd dat het waarschijnlijk de ene laatste zou zijn. Want na deze aflevering komen er nog twee. En dan is dus over twee afleveringen is de seizoensfinale. Die natuurlijk echt spetterend en alles overtreffend wordt. Ik heb trouwens ook de serie nog niet uitgelegd. Welkom bij het kijken naar The Eagle Has Landed. Of in het Nederlands De Adelaar is geland. De serie waarin ik het verhaal vertel over de grootste complottheorie aller tijden. Namelijk Duitse paratroopers die het lukt om Winston Churchill te ontvoeren. En mocht je de vorige delen nog niet hebben gezien, ga die even kijken voordat je deze gezien hebt. En dan ben je weer helemaal up to date. Ik eindigde natuurlijk de vorige aflevering echt met een cliffhanger. Want er was een meisje in het water gevallen die drijft naar het waterrad toe. Nou, gelukkig is er meteen een van die Duitsers die denkt, oeh, dat meisje moet ik rennen. Dus die springt in het water en zwemt tot het meisje af, haalt het meisje uit het water en zet haar gewoon weer op de kade neer. De Duitser die dat meisje redt, die overleeft het zelf niet. En die wordt dan door de dorpelingen uit het water geholpen. En die doen dan het vest wat hij aan heeft, doen ze uit. En daaronder zit dat Duitse uniform. Want Kurt Steiner, de leider van de compagnie, die had gezegd, ik wil dat mijn mannen het Duitse uniform onder hun camouflagekleding aan hebben. Zodat ze ons niet als spionnen zien. En dan hebben de dorpelingen meteen door van, dit zijn helemaal geen Poolse mensen. Dit zijn onze vijanden, dit zijn de Duitsers. En de dominee daar, die heeft het als allereerste door. Die denkt van, jij bent een Duitser. En dan zegt Kurt Steiner meteen tegen al zijn mannen van, iedereen in het dorp, brengt ze naar de kerk, zet ze daar soort van gevangen. Niemand mag natuurlijk dit deel van het verhaal naar buiten brengen. Want dit moet geheim blijven. Want anders lukt het nooit om Winston Churchill te ontvoeren. En dan vind ik ook letterlijk een van de mooiste momenten dat die dominee dan nog zegt tegen Kurt Steiner. Kurt Steiner, meneer, u heeft geen kans. En dat hij zegt, nou, als ik die kans toch niet heb, dan vindt hij het vast niet erg als ik het in ieder geval probeer. Dus eigenlijk na vier afleveringen van de serie wordt het eindelijk een beetje spannend. Ik zou wel iedereen, alle kijkers, nog even willen vertellen dat ze eraan moeten denken dat dit een verhaal is wat niet echt is gebeurd. En dat, ja, dat is belangrijk dat je dat even overweegt natuurlijk. En de dominee daar heeft ook als eerste door van dat ze Churchill willen pakken. Omdat die natuurlijk naar dat dorpje toe komt. En dan is het allemaal wel heel toevallig in elkaar gezet. En dan zijn er opeens twee meiden die hebben het verhaal begrepen, maar die zijn op tijd gevlucht. Dus die zitten nu niet gevangen in die kerk. En dat zijn Molly en nog een onbekend iemand. En dan zegt die onbekende zegt tegen Molly van, jij gaat naar Liam Devlin om het hele verhaal te vertellen. En dan ga ik naar Stark. En Stark is de man van de kazerne, de aanvoerder van het leger. Dus dan merk je dat het nog spannender begint te worden. Maar ze hebben natuurlijk op dat punt nog niet door dat Liam Devlin er ook van alles mee te maken heeft. Molly vlucht te paard, de ander die neemt de auto en beide zijn ze zo snel mogelijk het dorpje uit. En dan gaan ze eigenlijk de Duitsers gaan positioneren in dat Engelse dorpje. En dan wordt aan Kurt Steiner nog gevraagd, denk je dat het mogelijk is? Kurt Steiner zegt, de E-boat, die hebben we sinds aflevering 1 al niet meer gehoord. De E-boat, die ligt nu in een rivier hier heel dichtbij. Churchill komt hierheen, wij zijn hier, er kan eigenlijk niks anders gebeuren dan dat het goed gaat. En dan komt er eigenlijk een heel langdradig stuk dat Molly komt erachter dat Liam Devlin een verrader is. Mrs. Grey onderschept degene die in de auto naar Stark is. Maar het lukt er toch niet om die tegen te houden, dus die gaat toch verder. Verwondt er alleen een beetje. Molly blijft alleen achter in het huis van Devlin. Devlin is er vandoor. Een beetje een heel lang stuk waar ik even kort heb samengevat nu. Alleen één probleem was dat Devlin was vergeten de radio te geven aan Kurt Steiner. Dus in het huis van Devlin ligt de radio nog. En de radio heeft contact met de E-boat. Zo, het wordt even een moeilijk stuk. En die contact met de E-boat, dat moet Kurt Steiner natuurlijk hebben. Want die wil Churchill op de E-boat zetten naar Duitsland en is Churchill ontvoerd. En dat is eigenlijk nu lastig, want ze hebben daar de radio niet. En dan komt Mrs. Grey komt ook aan in de kerk. Waar dus al die mensen gevangen zitten. En dan
Dan zegt ze tegen Kurt Steiner van Pamela, dat is dus dat andere onbekende meisje, die weet alles. Maar Pamela, dat is de dochter, volgens mij de dochter van de dominee. En nu weet de dominee dus ook dat zij eigenlijk alles weet. En Kurt Steiner die stuurt Mrs. Grey nu naar de plek van het huis van Devlin. Het wordt ingewikkeld hoor. En dan om te communiceren via de radio met de e-boot. Maar de meid, die Pamela, andere meisje wat ook weet wat er dus gebeurd is, is aangekomen op de legerbasis. En die heeft verteld dat het Duitsers zijn die de bedoeling hebben om Winston Churchill te ontvoeren of te vermoorden. Dat wist ze niet helemaal. Maar dus nu op de hele legerbasis weet ook iedereen het. Oké, de vorige aflevering heb ik het hier ook over gehad, maar ik vat het nog heel even kort samen. Er zijn twee belangrijke mensen op die legerbasis. De Britse legerbasis in Engeland, waar dus de Britse soldaten zitten. Dat zijn kolonel Pitts en kolonel Stark. En Stark die is ondergeschikt aan Pitts. Alleen Pitts die is wel kolonel, maar die heeft geen gevechtservaring. En die is teruggezet naar Amerika, moet hij weer terug, terwijl hij nog nooit gevochten heeft. En nu zegt hij... Dit is de mogelijkheid dat ik een keer een gevecht kan gaan leiden. En daarom, ik ga nu naar het dorpje toe met een leger en we vallen aan. En dan zegt Stark, jij hebt geen ervaring. Maar Pitts staat toch boven hem. Dus dan zegt Pitts van, nou Stark, jij gaat Churchill tegenhouden en ik pak die Duitsers daar. Maar iedereen, elke kijker op dit moment kan begrijpen dat die Pitts... dat die dit niet gaat winnen, want die heeft geen gevechtservaring. Maar die is zo zelfverzekerd van zichzelf, dus die gaat. Dus Stark die heeft de taak gekregen van... ga naar Churchill en zorg dat hij niet naar dat dorpje komt. En Pitts die neemt een leger met 4 jeeps. Met in elke jeep 5 personen, dus ongeveer iets meer dan 20 mensen... neemt hij mee naar dat dorpje. En alle mannen die Pitts meeneemt, die komen rechtstreeks van D-Day. Dus die zijn eigenlijk helemaal oud. Die kunnen eigenlijk niet meer vechten. En dan merk je ook, ze hebben eigenlijk helemaal geen kans. Ondertussen is het Stark gelukt om Churchill weg te krijgen van dat dorpje. Dus die komt niet meer naar het dorpje. Nou, Pitts die komt eerst nog even bij de kerk langs. Die klopt even aan. En die zegt van, jullie moeten je nu overgeven binnen 5 seconden. Dan sparen we jullie. Maar ja, de Duitsers die doen dat natuurlijk niet. Dus Pitts die zet zijn leger klaar om een soort omsingeling om dat dorpje heen te beginnen. En eerst wordt eigenlijk de helft van het hele leger van Pitts al bij voorbaat verslagen door die Duitsers. Want die Duitsers zijn getraind als paratroopers en echt als de beste. Dus je moet dat een beetje zien als Nederlands commandotroepen. En de legers van Pitts die zijn net terug van D-Day. Dus die zijn al helemaal niet ervaren. Nee, die zijn dan wel ervaren, maar die hebben al veel genoeg gevochten. En dat loopt eigenlijk uit op een drama. En dan het tweede legertje van Pitts, die pakt het wat slimmer aan. Die hebben allemaal bazooka's, dus die vallen daarmee aan. En met die bazooka's doet dat kleine legertje dan net wel één nuttig ding. En dat is de 2 vluchtauto's van de Duitsers opblazen. Wat de Duitsers dus eigenlijk niet verwacht hadden. En dan iedereen belt op hetzelfde moment eigenlijk Pitts van... ja, het lukt ons niet, we worden verslagen. En Pitts zegt als advies terug, nou doe gewoon niets. Echt, als je iets als kolonel natuurlijk nooit moet doen, is het advies geven, doe maar iets. Want dat is natuurlijk geen advies. Als kolonel moet je altijd zeggen van, jij doet dit en zoveel mannen daar en zo. Stark heeft ondertussen wel gezorgd dat Churchill veilig is op de legerbasis. En die merkt dan dat Pitts er inderdaad vandoor is met zijn hele legertje, terwijl die geen gevechtservaring heeft. En die denkt, we moeten hem nu versterking gaan sturen. En dat was dus deze aflevering van De Adelaar is geland. En ik hoop jullie, de kijkers, allemaal te zien bij de volgende aflevering. Wat de ene laatste aflevering is van dit seizoen van De Adelaar is geland. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer weer. Tot later.